80s. Pasen valt vroeg dit jaar, over goed 3 weken al, en een ei hoort erbij. Als je van een echt beschilderd paaseitje houdt, kan je een kijkje gaan nemen in de grensgemeente Essen, boven Antwerpen, waar een internationale collectie versierde eieren te zien is. De tentoonstelling is te zien in de oude pastorij van Essen. En ze is meegeorganiseerd door de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten. Blijkbaar is ook een artistiek eitje meegenomen voor de kippenboeren. Maar met een spiegelei, een omelet of een zachtgekookt eitje heeft al dit fraais nog maar weinig te maken. Het zijn producten van echt verrassend vakmanschap. De beschilderde eieren die in Essen worden getoond zijn versierd door een 30-tal kunstenaars uit verschillende landen, tot en met uit China. Uiteraard in de meest uiteenlopende stijlen. En ook op eieren van de meest uiteenlopende formaten, van struisvogel-ei tot en met het minuscule eitje van een kolibri. De tentoonstelling in Essen loopt nog tot 6 april.